tent? Met een gekke tent? Ha, wie woont daar toch? Op een eiland woont. Een ei? Toos! Toos, waar is opa? Al naar huis! Hoera! Hoera! Opa is al thuis! Hoera! Hoera! Ja, nou is het genoeg geweest. Wie maakt hier 's nachts nou zo'n lawaai? Na! Een kraai? Hoera! Een reus! Haha, lollig zeg! Dat moet ik aan Moek vertellen! Toos! Toos, ga nou niet weg! Niks te zien. Alleen de zee en een mooie maan. Nou, dat beest is zeker weggegaan. Dat was een reus, zei Toos. Wat eng, wat kijk ik boos. Wat is een reus? Ik heb reuzen in mijn gompie. Oh. Sst, moet er zachtjes zijn. Anders eet die reus ons op. Reus, druk op de knop. Ik eet mensenvlees. Ja, ja, reuzen zijn groot en griezelig. Gelukkig bestaan reuzen alleen in sprookjes. En deze reus lijkt een aardige reus. Stel je voor dat jij een reus was. Alles is klein, maar jij bent groot. Een kerktoren is hoog en groot. Maar als je zelf zo groot bent als een reus, kun je om het hoekje van de toren kijken. Dag, mini-mensen. Niet bang zijn, hoor. Wij zijn aardige reuzen. Reuzen die naar een reuzenhuis stappen? Niks reuzenhuis. Nou, zie je hoe groot ze zijn. Dag hoor, wij gaan naar huis. Met de trein. Deze trein? Veel te klein. Hè? Was die trein een reuzentrein? Snap jij dat nou?